Partners in Facility Management, ISS, ook hier aanwezig, Q Management, een adviesbureau, en Draaien Partners. Met ISS hadden we deze week nog een workshop met 6 ziekenhuizen die echt ook verdieping in gasvrijheid belangrijk vonden. En we gaan in januari met ze verder denken als onze studenten weer nieuwe kennis hebben boven water gekregen. En Draaien Partners op het gebied van huisvesting, maar ook vanuit de optiek, hoe kun je de werkers in een kantooromgeving, die ook hun kunnen naar nieuwe vormen van werken, hoe kun je die faciliteren en daarbij organisaties helpen. Prachtig is de lijn van toeristische ontwikkeling hier in Overijssel. Een 4-jaar programma met de provincie Overijssel. We staan nu op het punt om per 1 januari het derde jaar in te gaan. En dat is ook heel leuk, vandaar dat er nu ook getwitterd en gefilmd wordt tijdens dit symposium. Je kunt misschien die website niet helemaal goed lezen, maar dat is een website, Station Overijssel Werkt. En dat is een voorbeeld dat als je bezig bent met innoveren vanuit de optiek van bewoners en bezoekers van Overijssel, en je brengt netwerken van ondernemers en ambtenaren van gemeentes bij elkaar, dat je real-time journalism kunt toepassen. En dus als er vandaag iets gebeurt, kan het ook vandaag meteen getoond worden in de netwerken waarmee je werkt. Dus ga maar eens kijken op die website, en daar zie je van de laatste anderhalf jaar. En maar ook de regio Twente bijvoorbeeld heeft vanuit de Guest Journey haar regionaal beleid zo ingericht dat zij aandacht besteedt aan zaken die voor het bezoek van Twente, tijdens het bezoek van Twente en na het bezoek van Twente. Ook de Guest Journey gedachte zelfs in een regionaal beleid vervat. IJsseldelta heel sterk om de sterke merkaspecten van de gebieden rondom Zwolle, Kampen, Zwarte Water uit te bouwen samen met onze studenten.